Ik ben nu bezig met de range test in de 94 ampère uur versie van de BMW i3. Ik heb een snellader ingesteld en die is 43 km ver. Je kan zien dat ik 121,5, ik heb hem 3 km na vertrek heb ik hem op 0 gezet, 99,5. Dus zeg maar 125 km heb ik gereden op dit moment. Hij geeft aan een range van 46 km. Dus met 42 km tot de snellader zou ik het moeten halen. En dan hoop ik dat die snellader het goed doet. Ik rijd nu 110. Nou, we gaan het meemaken. Nou, ik heb het toch maar even op Eco Pro Plus gezet. Dan rijdt hij wat zuiniger. Je ziet dat ik nu een afstand moet rijden van 29 km. 46 km range. Dus dat geeft me een ruimte van zo'n 17 km. Stel dat die paal het niet doet, dan moet ik toch ergens een driefase paal kunnen vinden. Nou, het is spannend. Kijk hier, Fastnet station, maar die redden we mooi voorbij. We gaan op zoek naar een Allego station. En die is bij Stroe. Dus daar ga ik snel laden. En wat ik al zei, dan hoop ik dat daar de snellader beschikbaar is. Hier is een Fastnet station, maar die rijd ik voorbij. Want ik heb een pasje van BMW en die wordt niet geaccepteerd door Fastnet. Fastnet doet niet mee met Charge Now. Dus ik ga door totdat ik bij Allego kom. En dat is nog 15 kilometer. Dus... Nou, de snellader die is in aantocht, 2,6 kilometer. 15 kilometer range. Ik heb zo'n 165 kilometer gereden tot nu toe. De meeste kilometer is 120 km per uur. Ook 110 en wat 100 km per uur. Misschien 30 km in Eco Pro Plus. Dus abdal geen slechte range als je gewoon even door wil rijden. Maar blijft het natuurlijk wel zo dat de echte range in de stad wordt gehaald. En kijk, daar zien we de borden al van de parkeerplaats, tol 9, waar de snellader zou moeten staan. Het staat niet aangegeven, maar goed, het staat wel in het navigatiesysteem aangegeven. Dus we gaan het halen en fingers crossed, hopen dat hij het ook doet. Nou, hier zijn we aangekomen. AC-restaurant Stroe. Het is nou gewoon even zoeken naar die snellader. Ik denk dat ik wel weet waar die is. En volgens mij staat hij daar ergens. Maar we gaan het gewoon meemaken. Even het parkeerterrein op. Hier rechts ergens zou die moeten staan. Kijk, daar staat hij. Daar staat hij. Hij is niet bezet. Maar hij moet het wel doen natuurlijk. Dit is hem. De snellader. We gaan het proberen. Nou, bijna 170 kilometer gereden tot nu toe. Veel snelweg. En ik heb nog 14 kilometer te gaan. En we gaan nu snel laden. Nou, hier is de snellader. Dus dan eerst even de poort open. Die eruit halen. Die dingen dus. En dan pakken we de stekker en die steken we hierin. En gaan we even kijken of die doet. Oh, de juiste. Sleutel pakken. Hier is de sleutel. Met het pasje. Oh, het pasje moeten we hier tegenaan houden. Het pas wordt gecontroleerd. En hij start. Duurt eventjes. Maar hij is intussen aan het laden. Nou, we gaan kijken hoe lang het duurt. We moeten nog 113 kilometer voordat we thuis aankomen. En hij is nu aan het snel laden. Nu staat hij op 17 kilometer. Ik denk dat ik gewoon eventjes... ik denk dat ik het wel goed vind zo 113 kilometer te gaan. 120 kilometer, 121 kilometer range in Comfort. 132 in Eco Pro en 151 in Eco Pro Plus. Dat ga ik halen. Ik ben op dit moment 23 minuten aan het laden.
En ik ga hem gewoon uitzetten. Daar gaan we. Kijk, we hebben de pas. Met de pas kunnen we hem gewoon uitzetten. Kijk, 25 minuten geladen, 19 kilowattuur, 67%. Ik vind het prima. Stop hem. Nog eruit. En weer terug. En doekjes erin. Klep dicht. En gaan. Goed, inmiddels aangekomen. 278,6. Nou, tel daar 3 kilometer weer op. Een dikke 280 kilometer gereden vanavond. 6,5% is er over. 113 kilometer was mijn laatste rit na de snellading. Vanaf geloof ik 63%. Nou, wat je ziet is dat zeg maar, bijna 300 kilometer is mogelijk. Ik heb gewoon op een klein stukje na overal net zo hard gereden als dat je kon rijden. 100, 120, 130. Laatste stuk ook gewoon lekker stevig doorgereden. Geen enkel probleem. Dus range anxiety is verleden tijd. Snelladen kan je bijna overal. Dus prima te doen zo.